mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. Nou, wat gaan we maken voor lekkers deze week? Deze week gaan we een shotje maken met je noten in de sneeuw. Nou, je ziet het, we zijn vandaag in de sneeuw, dus dat hebben we al. We hebben nog iets met noten nodig. Ja, het is niet wat je denkt. Kijk, we hebben de Francello liqueur. Hoe spreek ik die godsnaam uit zo? In ieder geval, de notenliqueur, de notenliqueur. We hebben nodig om het witte aspect natuurlijk van de sneeuw ook terug te brengen in de smaak van het shotje. Hebben wij de boswandeling meegenomen. En wat we ook mee hebben genomen is een vlugeltje. Nou, we beginnen met de vlugel. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Heel belangrijk. Een shotglas. Ja, ook een shotglas hebben we mee natuurlijk. Want zonder shotglas begin je natuurlijk helemaal niks. Dan zou ik in één keer die drie flessen in je mond moeten gooien. En dan wordt zo'n zootje. Hè? Nou, vlugel. Dopje eraf en zoals het hoort met vlugel, het dopje moet je even bewaren op je neus. Want dan kan je namelijk als je een klein beetje overhoudt, het dopje van je neus halen, er weer op doen en dan kan je het altijd bewaren voor straks. Nou, ik begin met de vlugel. Je doet een heel klein bodempje van de vlugel en dat is zeg maar een beetje voor het roze, voor de smaak, voor het, de vruchtenbeleving. Nou, dan doe je heel voorzichtig, ik wou al een beetje de boswandeling erbij doen, maar heel voorzichtig. De notenlikeur erbij. En de notenlikeur mag bijna tot het eind. De notenlikeur bijna tot het eind. Bijna tot het eind. En om het af te maken, het heet natuurlijk niet voor niks. Noten in de sneeuw. Doen we het wit aspect, de boswandeling. En dan mag je lekker tot het randje, tot het randje, tot het randje. Erin druppelen. Kijk eens. En dan heb je, lieve mensen, ik zal het ook nog even laten zien met deze camera, een heerlijk shotje. En ik zou zeggen, mensen, proost! Het shotje van de week, deze week, noten in de sneeuw. Ik zeg, proost!